Hallo allemaal, welkom terug. Nou, misschien met geslapen, zie je niet. Dus ze kan wakker worden. Ja, ik weet het. Je krijgt een ander bed. Je krijgt een ander bed. Nee, sorry. Een toets te ver. We doen deze. Niet blauw, roze. Zitten we even hier neer, dan pakken we die verkopen we dan. Nou, dat is deze die zo bijzonder neergezet. Zo. Oppassen met opstaan, hè, die je kop niet stoot. Deze weg. Oh god, waar is dat bed nou? Ah nee, oh weet je wat. Waarom zoeken? Zap. Oh, een nachtkastje. Yep. Zo. Nou, de eerste volgende keer dat je in de bed gaat. Heine makkelijker. Zo. Goed, naar beneden. Moet u niet werken? Over 8 uurtjes. Wat? Oeh, je gaat voorlopig nog niet promoten. Jij hebt honger, jij hebt best wel honger, maar je zuster heeft meer honger. Die is bijna helemaal leeg. Sandra. Dat ben ik niet. Dat ben ik. Ik was in de buurt, Ja, ga je boekje maar weer lezen. Jee, lekker op de bank. Poef. Waar heb je last van? Koud? Nee. Welk boek is dat? In de band van de wereld. Dat is een kinderboek, mevrouw. Je moet meer over vampieren gaan lezen. Nee, je kan niet gebeten worden, dus je hoeft niet bang te zijn. Poe, poe, poe. Oh, wat doe jij nou? Ze doet aardig tegen je. Oeh, je hebt je dag niet, hè? Oké, ze zitten wel altijd hun bloeden, hun vangtanden in jullie nek. Dus oké, dat je kan wel eens een beetje een slechte dag hebben. Maar niet tegen Sandra. Je kan tegen iedereen gemeen doen, behalve tegen Icy en Sandra. Wat zeg ik nou? Weet je wat? Je gaat gewoon verder met waar je bezig was. Was dat deze? Nee, was dat de wc? In ieder geval, als het de wc is, is het niet deze. Het moet deze zijn geweest. Nou, maakt niet uit. Verbeteren. Superieure doorspoeling, composteer, dat heb je eigenlijk niet nodig, want heb je alleen nodig als je insecten houdt. Dat kan in het nieuwe add-on.
kakkelakken, kevers en springhanen. En dan kun je daar poeder van krijgen en van de poeder kun je gaan eten. Maken. Je moet er niet aan denken. Maar het kan. En ik ben er enkel wel blij mee, want merendeel van het voer wat je hier hebt is voor veganisten. Veilig voor vegetariërs, veilig voor vegetariërs. Laat er ook eens iets zijn dat het niet veilig is voor die vegetariërs. Kijk, de upgrade dat gaat relatief snel. Vooral als je de 3 weet te vinden. Dan moet je ze alleen wel... Oh, ik hoop dat je die 3 dingen hebt gedaan voordat je naar de wc moet. Want anders moet ik ze weer stopzetten. Daar heb ik geen zin in. Of ik laat je in je broek pissen. Dat is ook een optie. Je kan altijd douchen, dus. Oh, nou, is perschel, hij is nog niet eens rood. Dat red je wel. Hallo. We gaan niet weg. Nee, we gaan door met de aftapper. En ik kan hem daarna schoonmaken, want hij heeft hem vies gemaakt. Als hij denkt, ik heb genoeg in mijn menselijke vorm gelopen. Ik ga me weer even terug naar mijn vampieren. Waarom moet je nou expres naar deze gaan? En groen rook? Wat eten jullie? Nee, hallo, verbeteren. Hallo. En niet meteen weglopen, anders zet ik je stil. Hey, een lot kopen allemaal. Hé, hey, mijn ga. Oh. Ja, wel. Die kan niet, maar die wel. Bloep. Bloep. Zo. Daar. Ik wilde zeggen, een lot kopen. Jij ook. Of had jij er alleen? Nou, jij hebt er alleen. Jij ook. En jij ook. Zo. Je kan er wel een lot gekocht hebben, maar je gaat wel weer even verder met toilet schoonmaken. En dan waren we hier, geloof ik, mee bezig. Was het niet? Ja, en straks hebben jullie pech, want er gaat de douche gebeuren. Stevige kraan. Een waterrecycler. Dat zijn er 3. En dit zijn er... 1, 2, 3. Ja, oké. Okay. Wat? Stil. Heb jij geen onderdelen meer? Jawel. Wat is er aan de hand? Is het ding ook weer niet goed geplaatst? Ah, ik word altijd gestoord van die Sims.
Nee, je bent nou gewoon grondelijk in de zaak. Want zo makkelijk kom je niet van me af, hoor. Er zijn hier ook nog twee dingen te doen. Zo, get your ass over hier. Hé, hey, waarom wil ik me teleporteren niet? Zat die pauze? Ja. Oh, nu moet er eentje werken. Tjop. Zo, je favoriete hobby. Alsjeblieft. Waarom kun je het beneden niet? Oh, blij dat je niet hebt horen zingen. Nou ja, heb horen blaren. Laten we het zo stellen. Ja, ja, bla bla bla. Hey, niveau 4. Nog 2. Oh nee, sorry, het was te vroeg. Ik weet dat je je ellendig voelt, ik weet het. Maar als ik zeg dat ik het doe, als je het niet ellendig voelt, dan kan ik het nooit doen, want je wordt altijd wel gebeten. Dus verbetering, zelfverenigende. Pulserende massagestralen. H2O aftappen. Water recyclen. Dat is eigenlijk allemaal overbodig, maar punten zijn punten. Waterstroomregulator. Dat was hem, geloof ik. Yep. Nou, je bent nog de enige bijtbare en het duurt voor jou nog 6 uur, dus je moet er nog 6 uur wachten. Volgens mij is het mij al lang op het werk. Oh, wacht eens, dan zit het achter. Oh, waarom? Er is beneden een douche. Of ze heeft geen onderdelen meer. Dat kan ook. Even kijken, verbeteren. Te ongemakkelijk. Oh, ze heeft honger. Nou, ga eten. Ze heeft honger. Ja, dat kan gebeuren, haar dokje. Ja. Wacht. Nee, ga nou eten. Ga eerst in bed. Of uit douchen. Want je stinkt een uur in de wind. Ik kan het hier ruiken. Waarom ga je niet hier douchen? Echt, de begrip, hersenbegrippen van een sim. Had je gedacht, maar het is zap. Het is hetzelfde, dan staan ze bijvoorbeeld in de slaapkamer. Dan zeg je, ga slapen. Dan lopen ze de slaapkamer uit om volgens het bed wat verderop staat in te duiken. Terwijl hun eigen bed daar staat, waar ze staan. Oké. Je wint. Ja, en dan mag je nou gaan eten. Hatsiki dop eten. Hey!
Ja, maar je bent niet gepromoot, hè? Dat had ik al verwacht. Maar hoe ver sta je nou? Nou, deze volgende keer ga je. Joh. Jullie kunnen weer eten. Ze staat daarvoor. Merkel Jera. Doema Dora. Oeh, you evil one. Moet je met jus eten? Anders is het zo droog. Dan een flinke scheut jus erin. Oh, lekker. Vooral als je speklapjes gebakken hebt, want je hebt dat vet. Oeh, zo lekker. Hoe dat die kruiden van je speklappen erin zitten. Of hou ik me genoeg. Mag ik vanavond wat op hebben eten? Ja, wel. Oh, dank u. Het lijkt wel een restaurant. Dank u. Bord weg, dan kan je het meteen oprotten, want voor jou kan er een nieuwe komen. Nou, zometeen komen er weer CSS berichten van de loterij was een perfecte avond. En morgen horen jullie er gewonnen heeft. Ik heb vanaf dat ik de Sims speel nu 2 jaar, 2 keer gewonnen. De eerste keer was dat ik net van Duitsland naar Nederland terug was gekomen. En een week daarna nog een keer. En sindsdien nooit meer. Oh nee, ik mag je telefoon aannemen. Nee. Alleen als het belangrijk is. En ik ben zo nieuwsgierig wat het is. Ah, het is over. Er zit er een aan tafel die jullie kunnen bijten. Ik ben het niet. Waar ben ik eigenlijk? Oh, ik blijf te slapen. Hoe laat is het dan? Het is 5 uur. Je was zo uitgerust. Leg je in bed of op bed? Oh, je legt op bed. R&B, lijkt net zoals je zegt R&B. Ja, slecht op bed. Maar ja, dus je zal nou denk ik minder snel rugpijn krijgen. Wie, weer 6 simoleons weg. Geloof, wat zeg ik weer nu? Ik heb er nummer 369. Even... Easy, hè? Ik heb 2 nieuwe bedden moeten kopen. 1600 bij elkaar. Hey, even chillen. Ja, een slapende sim. Interessant. Oh, jij. Oh, je bent hoe heet het aan het bakken? Volgens mij is het kreeft. Of dat Soeraki? Oh, Roera met bacon. Goh, weet ik het even goed zeg. Zo. Als je me naart, dat weet ik toch wel even heel goed zeg. Ja, die vampieren hoeven niet te eten. Ja. Het vult niks aan bij ze, dus we hebben een gigantische keuken voor 2 sims. Oh, wie valt dat te aarde? Ze zit daar, attack en drink. Not kill, drink. Ah, oh, dat doet me echt wat hoor. Het is die vampiertjes zoals die lijden. Het is... had ik vrienden uitgenodigd zodat ze op konden sampelen. Dat mag niet. Ik moet mijn eigen strak houden. Ik denk dat die andere ook terug kan komen. Want we zijn nu 3 dagen verder en...
Ze wordt nog steeds niet aangevallen. Hey, ben je wakker? En geen rugpijn. Hey. De moeder van Fladius. Heel raar, nooit een foto van zijn vader. Dat weet ik niet, dat zal familie wezen. Waarom zou je anders schilderijen van zijn huis hebben? Dat wat ik zeg, dat weet ik niet. Dat de moeder is, dat denk ik wel. Maar de vader nooit. Er wordt ook niks over de vader van Fladius verteld. Word je ziek? Wait a minute. Oh nee, oké. Okay. Maar ik zeg zo'n flesje en meestal als je dat ziet, dan zijn ze ziek. Maar zij is gewoon ongemakkelijk. Want ik wil niet dat mijn sim ziek zijn, want dan kunnen ze dood te gaan. En dat is nog niet de bedoeling. Ik zit me te bedenken van, zal ik dat nou terughalen of niet? Het is pas 8 uur. Ah, laat ik die onder ook terughalen. Dan zou ik meteen meedoen aan de loterij. We nodigen flat uit. Pleurimmel zou ze houden. Ik denk niet dat hij dat wil. We hebben per slot van rekening uit zijn eigen huis gezet. Nee. Oh, dat mag niet uit. Kan ook. Point. Oké, dan ga ik geld voor je moeten pakken. Nee, dat is niet eerlijk. Dat kan ik net zo goed. De cheater. Even kijken, waar ben je? Kun jij nog een lot kopen? Jazeker. Jullie kunnen voeren, hè? Oh, jullie hebben al gevoerd. Oké, dat was Sandra volgens mij. Yep. Er staat er nog één. Er staat er nog één. Hey, oh, hallo. Hallo, ik wil niks met jou te doen hebben. Oeh, eindelijk actie. Van een vampier kan je het meestal wel schudden. Die moment zal ik verkrachten. Vampier, dat is gewoon heel erg anders. Dat wil ik zeggen. Van een vampier binnen. Mensen. Zo, je hebt dus eigen vijanden gemaakt. Daar heb ik niks mee te maken gehad. Dat heb je helemaal zelf gedaan. Wel cool om te zien. We volgen mijn scene. Met de camera. Merk je het niet?
poes en een bekertje afwast. Boven op de trap. In de wc. Terwijl er beneden een keuken staat. Dom, 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 dom. Wilt rusten. Oh, het gaat goed daar buiten. Je krijgt hier een mail aan. Bijter. Rebo. Kama. Benefiba. Turbo. Ah. Gorg. Apollochaba. Crezo. Essenoi Floreeb. Kenosa Golarda. Lady vertelde net dat ze lelijk is en dat het een bitch is. Aisje komt even de boel in de gaten houden van dat is er aan de hand hier. Of je wou de hap, dat kan ook. Nee, ik wil naar boven. Hehe. Oh, een beetje te hoog. Zo. Daar ben je. Kijk, dat vult veel sneller aan. We zijn nu op 10 uur, is dus al bijna vol. Terwijl die andere bedden dus nog geel geweest. Ja, aardsvijand komt eraan. Of ja, ik eigenlijk een campingbedje moeten laten staan. Oh nee, misschien dat je nu ook wat beter uitrust, dat je in ieder geval niet zo vaak weg te slapen. Gaat ze weer op bed leggen. Het is een simpele ziel. Jij zit op halverwege van je slaap. Standje 3. De loterij was afschuwelijk. Hij heeft hier allemaal een lot gekocht. Ik heb ze allemaal een lot laten kopen. Wat denk ik? Dus je koopt een lot en als je even van wereld gaat veranderen ben je je lot kwijt. Dat vind ik bullshit. Sorry. Wakker. Oh, je bent al wakker. Je gaat al eten. Oké. Okay. Dat vind ik dom. Ik heb ze allemaal een lot laten kopen. Ze hebben allemaal een lot gekocht. Ik ga alleen even naar werelden beheren om die sim terug te halen. En ze zijn een lot kwijt. Dat is... Mag ik mijn geld ook terug? Dus het betekent dat ik 600 euro terugkrijg. Dat wordt 834. Ach, nee, natuurlijk. Het is niet iets, het is toen niet eens. Wat zijn nou? 834. Zo. We gaan niet mijn geld van mijn loten innemen en mijn loten niet geven. Dat gebeurt niet. Oh, wat aardig. Ze hebben geroepen dat er eten is. Ja, maar ze zijn meer dan vampieren, dus.
die hebben dat eigenlijk niet nodig, want ze krijgen er niks van. Maar wel tof dat je het gezegd hebt. En een vampier zelf. Wauw. Nee, niet. Mijn karakter heb geroepen. Ja. Toast met ei? Ja. Gemaakt door Wilma. Ja, dat heb ik gemaakt. En nou niet gaan zitten zeuren dat de mensen om je heen staan, want je staat, blijft daar zelf staan. Ook dat ben ik niet gewend, dat er nog een bordje blijft staan, dat er geen bordje meer blijft staan. Normaal was het om er eten over je naast te zitten. Wat is er nou weer? Ja, hallo, je gaat zelf aan tafel zitten, je blijft zelf in die keuken staan. Niet zeiken. En er staat bij dat het eigenlijk dat het gaat om vreemden. Dit is familie van je, dus dat klopt al helemaal niet. Zijn niet graag omringd door vreemden. Jullie zitten in één familie, dus dat klopt niet. Goh, heb jij van net de plank gemist met eten? Tjo. Vervelend, hè? Ze heeft geroepen, dus. Oh, er moet er eentje werken. Tjop. Ja, ik zeg het zodat jullie weten dat ik weet welk telefoontje ik verwacht. Bij haar gaat maar één telefoon, dat is voor de werk. Ik denk niet eens dat zij vrienden in de telefoonlijst heeft staan. Nee. Want anders heb je hier uitnodig op. Uitnodig om te chillen op Harder Café. Dat betekent dat je vrienden hebt. Als je dan bij haar kijkt, zou waarschijnlijk de verkal heb, ja. Niet dat we die gaan uitnodigen. Is ook een vampier trouwens. Wie hebben eigenlijk allemaal contacten? Jij niet? En jij ook niet. Hey, we hebben 3 boeken uitgelezen. Yeah! Na 10 afleveringen. Jij ook niet? Jou weet ik niet. Nee, jij ook niet. Jij ook niet. En jij ook niet. Kijk, daar hou ik van. Geen vrienden. Ja, oké, behalve die twijfel daar ook. Maar dan komt er dus bij die papieren. Kijk, in de fik. Een paar video's geleden zei ik het. Dan gaan ze naar de wc en worden ze spontaan in de fik gestoken. En weer. Oh, je aardsvariant heb je geholpen. Oh. Nou, bedankt voor het kijken. Dus de laatste seconde van de video dat jij net heb je nou kunnen zien dat wc spontaan ontbranden. Bedankt voor het kijken en ik zie jou in mijn volgende video. Oh, we hebben maar €272 van de verzekering teruggekregen. Wat kost het om de reparatie? €680. Het zijn net echte verzekeraars. Maar bedankt en tot de volgende video.